Jari, vandaag matchwinner, 2 doelpunten, 2-1 overwinning op Charleroi. Toch een concurrent in de plek in de ranglijst. Goede match gespeeld, dus het moet een goed gevoel zijn voor een voetballer. Ja, zeker. Zeker die 2 goals, nu 2 weken op rij, dat doet zeker een goed gevoel. En ook voor de ploeg, dat we 2 keer op rij kunnen winnen nu. Ik denk dat dat zelfs de eerste keer dit seizoen is, dat we 2 keer op rij kunnen winnen. En nu hebben we ook een mooie reeks neergezet door 10 op 12 te pakken, denk ik, tegen concurrenten allemaal. En ja, dat doet zeker deugd dat je dan de matchwinnaar kunt zijn in zo'n moeilijke match gelijk deze eigenlijk, waar dat wij eigenlijk de eerste helft heel goed starten en dat ik zelfs misschien 3 of 4 goals had kunnen maken en nog een assist kunnen geven op Serigioni. De eerste helft, dus ja, dat is langs de andere kant weer een zure dat je dan op het laatste moment nog zo spannend maakt door een tegengoal te krijgen. Maar ik vond dat wij als ploeg heel goed hebben gevoetbald en zeker een mooie prestatie neergezet hier. Ook al 2 mooie doelpunten. Vorige week ook al 2 doelpunten, waar ook een hele mooie binnen zat met de binnenkant van de voet. Dus is dat iets waarop getraind wordt? Want nou ook weer 2 hele beheerste, maar hele mooie doelpunten? Ja, op getraind niet echt. Daar wordt niet echt specifiek op getraind. Maar ik vind wel op die loopacties dat wij doen, die van Kurt, die lange bal van Kurt, ja, ik verwacht die gewoon, omdat ik weet dat Kurt die bal kan leggen. En zeker met die goal nu zag ik Kurt al naar mij kijken en ik wist dat die bal daar ongeveer ging komen. Ik had dan wat hulp van de verdediger dat hij in mijn voeten tikte. Maar ja, zeker. Ik zag de keeper komen en ik zette hem een punt van mijn schoenen nog tegen. En daardoor zag ik de bal er mooi in gaan. En de 2e goal was eigenlijk alles of niks. Dat was ook meer rechts. Moet ik eerlijk zeggen, dat is niet mijn beste voet. Maar ja, ik zag de bal ook komen en Demba stond voor me. Dus ik riep aan Demba dat hij weg moest gaan. En ja, dat was een alles of niks schot. En ja, die zag ik er ook zeker heel mooi ingaan. En ja, 2 mooie goals. Maar ik vind het belangrijker dat de ploeg dan nog stand kan houden voor de 3 punten te behouden hier thuis. Blijkt dat er toch wel een goede sfeer, een goede schoen weer in de groep zit. Dat Ben hier toch wel goed voor elkaar heeft met deze groep. Dat toch een trainer is die ook bekend staat dat hij midden in de groep staat. Dat is... Ja, inderdaad. Benny, de coach, staat heel dicht bij de groep ook. Dat heeft zijn voordelen en ook zijn nadelen. Maar ja, dat is zeker. Hij probeert samen met de technische staf, met Dirk, Roel en Jeff, de sfeer er terug in te brengen. En ik denk dat hij dat deze 2 weken zeker goed gelukt is. Door de sfeer erin te brengen, het plezier terug in het voetbal te brengen. En daar zie je nu de vruchten van, dat wij 2 keer op rij winnen. En dan, ja, ik denk dat er nog veel plezante matchen voor ons gaan aankomen, waar wij veel vuilmeters voor elkaar gaan lopen. Dat doe je ook als je er terug plezier in hebt en dat iedereen voor elkaar terug wilt vechten. Toch nog een klein puntje. Dessel heeft dit seizoen in het verleden een match toch wel eens moeite gehad met afmaken en met de efficiëntie. Nu had de score vandaag wel hoger uit kunnen vallen, maar net als vorige week trouwens. Maar het valt ons toch wel op dat ineens de kansen weer wel worden afgemaakt. Dat wel die bal makkelijker erin lijkt te gaan. Ja, ik weet ook niet wat dat is. De ene moment ja, lukt dat niet. Gelijk vorig seizoen hebben wij ook heel het jaar problemen gehad met de kansen af te maken. Hadden wij 10 kansen nodig voor 1 goal te maken. Nu hebben we eigenlijk ook veel kansen nodig voor die goalen te maken. Want gelijk dat je het zelf zegt, de score kon hier tijdens de rust 4-0, 5-0 misschien zijn. En dan is het maar 2-0. Maar ja, de ballen gaan er wel in. En volgens mij heeft dat te maken met het plezier dat wij maken. Als wij in de ploeg plezier zitten, dan shotten we in mijn ogen automatisch wat beter. En ja, dan gaan die ballen er wel juist in. Misschien zit dat gelukje nu mee, omdat we ook daar van onder misschien wat wegkruipen. Dat het geluk terug wat mee zit. En ja, ik denk dat dat wel een beetje meespeelt in de groep ook. Nou, merci en nog succes in de rest van het seizoen. Dank u wel.